Joppie, een kleine jongen uit een ver land, besluit op een dag naar Nederland te reizen. Dat is even wennen hoor. Wat een rijk land. Moet je kijken wat de mooie kleren ze dragen. Ze dragen hier trouwens allemaal kleren. Kinderen van mijn leeftijd, die zitten vast nog op school. Ik heb gehoord dat kinderen allemaal naar school mogen. En daar willen wij niet tegen protesteren. Daarom lopen wij de hele dag op rond. Ik krijg de indruk dat die kinderen niet helemaal tevreden zijn. Kijk eens even, er komen wat oudere mensen. Eerst nodig uit, je hebt zeker je kerstkleren nog niet aan. Of is dat weer zo modern? Ik heb jarenlang gespaard, maar mijn geld is niks, mijn geld is niks, mijn geld is niks meer waard. Mijn geld? Ik ben niet meer zo jong, als je weet hoe ik vroeger sprong. Die vieze klontjes. Bedenken met een baby of zo. Het is veel te druk en veel te veel werk. Op naar het dorpsplein. Ja! Mag ik u wat vragen? U loopt zeker op weg naar uw werk. U ziet er allemaal zo relaxed uit. Is er niet veel te doen? Niks te doen. Nee. Te doen. Het is juist veel te druk. Oh. Dat vinden wij geen goede zaak. En veel te veel werk. We wachten maar een poosje. Verwachten maar, misschien gaat het zelf over. Ja, misschien gaat het zelf over. Ik snap er niks van. Zoveel rijkdom in het land en zoveel ontevredenheid. Ja, oh, ja. Ga eens opzij. Ga eens even. Nee, ook kan niet. Even arm omhoog. Ook kan niet. Ik zie het al. U bent een ijverige vrouw. U hebt plezier in het werken. Ja, ik hou van clean. Mijn naam is Stien. Ja, ze noemen me ook wel Stientje Stof. Maar tevreden? Nee, 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 nee. Dat ben ik niet hoor. Nee, nee. Oh nee? Nee. Nee. Er is wat aan de hand met de poetsers in ons land. Er is gewoon bijna niks meer te poetsen. Ik heb er ook een protestsong op gemaakt. Een lied, zeg maar. Ja, en het heet Stof tot Nadenken. Meiden, kom eens even. Woe, kom, kom. Gaan wij dat even doen. Kom even. In het gareel. Dus ik zoek een stoffie, 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 stoffie. Stoffie, 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 stoffie. Kijk daar, zullen we het hem vragen? Ja! Hé, maat. Ik zie dat je niet zo vrolijk bent. Mogen we voor jou speciaal een lied zingen omdat morgen kerstfeest is? Het feest van vrede op aarde. Nou, ik zie niet zo vrede. Ik zie juist alleen maar ontevreden. Jullie hebben hier wel winkels met spullen, eten en drinken. Daar hebben jullie wel genoeg van. Maar iedereen loopt hier zo wat te mopperen. Ik word er zelf ook niet zo blij van. Thank you.
zo vrolijk en vooral tevreden. Ik zie het zelf ook weer een beetje zitten. Lijkt net alsof iemand het licht heeft aangedaan. Hoe komt dat zo? Dat zal ik wel eens willen weten. Kerstfeest is het feest van het licht. Jezus wordt het licht van de wereld genoemd. Kaarsen raken op en lampjes gaan weer uit, maar hij blijft. Alles is verzitten, alle slingers in de boom. Ik weet dat de boodschap van de kerst is. Jezus is gekomen, dat is geen droom. Dus als ik het goed begrijp, is de echte man waar het om gaat geen oude grote rode kabouter met een muts, maar gaat het om een baby die licht en vrede kwam brengen op aarde. Geen gewone vrede, denk ik, zoals ik naar jullie kijk. Hij is nu geen baby meer. Dat was 2000 jaar geleden. Het is hier lekker druk geworden. Jullie mogen best meedoen, hoor. En jullie ook. Ga je mee?